Yo iedereen, ik ben Rob van Gamers HT Movement en dit is de vierde episode van Skyblock. Ik speel met Temister 25. Wij gaan vandaag voortdoen en wij moeten vandaag dus twee platformen normaal gezien, of deze episode twee platformen af hebben. Eén platform voor onze farming en een ander platform voor onze dieren. Waar dat we dan food en nog meer dingen van gaan halen. Dat zal het zo ongeveer een beetje zijn voor die paar 18, 19 minuten. Oké, ik ga dus beginnen met cobblestone te minen voor het eerste eiland. Ja, ik begin niet juist, het is al kapot. Ah ja, dan moest ik nog zeggen, Temister 25, dus vorige keer hadden we een pijl gevonden met bijna alle enchantments op en nog goeie ook. Nu heeft Temister 25 een spider eye gevonden met alle enchantments op. Dus dat is echt onmogelijk, dat heb ik nog nooit meegemaakt, maar echt nog nooit. Ik ook niet. Het is echt niet te doen. We zijn ook nog een beetje naar de warp mob geweest en hebben daar nog heel veel zwaarden, geenchant zwaarden gekregen. Armors gepakt of gekregen. Veel mob stuff en al de andere dingen die je van mobs krijgt. Ja, het was gewoon een hele goede dag vandaag. Ja, de Mr. 25 is nu hout aan het kappen voor fences te maken voor de dieren in te zetten. En dan gaan we straks ook een beetje seeds verzamelen, zodat we aan landbouw kunnen doen. En brood kunnen maken of aan wiet kunnen komen voor de dieren. Dat gaan we nooit, ik nog altijd niet. Ik wel. Pak gewoon een paar grasbloks. Ja, maar dan zijn we één grasblok kwijt, hè. Nee, dat is niet. Ah ja, wel, hè. Ah ja, maar dat maakt niet uit, hè. We laten die... Nee, we maken een platform daarvoor of zo, hè. Dan zullen het er drie worden, hè. We maken een speciaal platform voor grasbloks. Ja, maar dan blijven nog altijd, als je die kapt, de gewone bloks, hè. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, we maken een platformpje voor grasbloks en daar zetten we ons bone meal op. Dan ja, komt er vanzelf gras en bloemetjes, zodat we schapen kunnen kleuren als we willen ofzo. Ja, dat is wel goed. Dus ik ben aan die hoge boom, die. Die is kei. Die is ook keinechtens vond. Ja. Oké, ik ga beginnen aan dit platform. Ja, eerst de ondergrond. Oké, ik heb al best wel te maken. 7. We gaan voortgaan in de lengte. Oké, dat moet volstaan. Oh, iets te ver. Veel te ver. Oh nee. Oh. Home.
En we komen hier. Ja, en nu zaten we te... Oh, serieus. Ik ben weer aan het zoeken. Ja. We moeten niet zo'n furnace maken. Ja, vooral kunnen we toortjes maken, dat is veel zichtbaarder in de nacht. En kunnen we ook ons eten koken. Wat dat tot nu toe dus nog niet gebeurd is. Ja, we hebben nog veel, hè. Want als ja, van... daar straks was er in de warp trade een drop party. Ineens kreeg ik 42 gekookte steaks en twee stone swords. Geluk hebben, hè. Ja, je moet daarvoor echt wel at the right place, at the right time. Of hoe zeg je dat dan? Ja, het juiste moment, hè. En op de juiste plaats. Ja. En wat vind je van de vliegende bomen? Nice. Ik laat het gewoon vallen en waar dat er nog niets aan elkaar zit, ik doe de bomen. Er liggen hier allemaal trees, hè. Ik weet het, maar we hebben er al genoeg. We mogen ze in de lava spijnen. Ja, dat zou ik niet doen. Boompjes kunnen ook nog verbranden als we willen. Ah ja, dat is ook wel zo. Als we echt uit... Als we cool dingen zijn. Maar ja, dan moeten we echt al veel hebben, hè, want ik denk dat we nog geen stick hebben. Dus oké, dat gezicht als we 5 sticks of zo hebben. Maar... Ach, ik zit er in die boom vast. Ik denk dat ik al genoeg gehad heb voor de komende week, eerlijk gezegd. Dat kan wel best zijn, ja. Hiermee kunnen we al genoeg zwaardjes maken, zie. Oh, en fences. Ah. We moeten ook zien dat we een keer een... Een huisje bouwen. Nee, en... Hoe noemt het? Een pickaxe met een silk touch hebben, hè. Ja, maar... Maar dan moeten we geluk hebben, hè. Gewoon geluk met enchanting. Daarom dat ik nog een enchanting table hier wil hebben. Want met die mop is het niet gemakkelijk. Zo. Ja. Dat gaat altijd dood. Ah, ja. Ik was daar juist een enchanting van 10 aan het doen. En ineens, Creeper komt binnen. Ik heb het niet gezien, maar... Creeper komt binnen, want ze laten altijd alle deuren openstaan. Kaboom en dood, hè. 10 XP kwijt en waarschijnlijk ook een keigoede enchant kwijt. Tja. Ja, dat is het leven. Hè. Oei. Ik zet zo een blok en ineens gaat hij ineens en verdwijnt hij ineens. Nee. En ik had daar zojuist nog zo, ik weet niet, 3 nodig of zo, en anders had ik er maar 2 meer nodig.
Oké, we zijn wel al. Ik ben bijna één stuk boom. Maar ja, Echt dat we moeten echt zuinig zijn met onze dirt, hè, want ja, dirt wel, maar boom niet nieuw. We maar crestblocks, dat hebben we ook nodig om onze dingen op te gaan. Maar we hebben nu 3 crestblocks, hè? Ja. Als we daar nu, we zetten daar nu 1 weg, dan kunnen we daar onze farm op maken. Alleen onze allee. Onze koeien eens opzetten en onze kiepjes. Ja, maar daarop moeten we grasblocks hebben, hè. Oh ja, als je daar nu 1 grasblok bij zet, dan de andere zijn weg. Dus dan hebben we dat ook al. Onze farm, daar hoeft je al geen dingen. En je doet altijd bijvoorbeeld food. Shit, onze blokken zijn op. En die gras, hoeveel grasblokken hebben we nog? 3, maar we hebben ook dirt nodig. Voor wat is dat, de farm? Ja. Ja, dat is wel goed. Dat we een farm. We gaan onze farm ietsje kleiner maken, kerel. Oh, we kunnen die later nog groter doen, hè. Ja, als we meer. Waar ik de nu zet. Up. Ja, die kunnen we toch nooit meer doen. Wel. Wat zijn we aan het doen? Alles hier aan het wegkopen, maar af. Dat hebben we toch niet meer, hè. Wel een kobbel. Ja. Pff, dat maakt niet uit als we dat kwijt zijn. Kobbel is niet echt helemaal in. Ja. Zoals ik al in het begin zei, je moet zuinig zijn. In het begin moet je zuinig zijn met cobblestone en hout, maar van als je veel bomen hebt, komt het allemaal in orde. Met zoals dirt moet je nog altijd zuinig blijven, want anders zet je echt zwart voor rood. En daarom kunnen we altijd groter, maar als 1 blok, 2 blokjes per dag. Ja, als je met 2 zet natuurlijk. Oké, ik ga nog een beetje drukken. Tenzij dat je de cricket ook nog downloadt, allebei. En dat je dan. Dan heb je 4 crestblocks per dag, hè. Want, Ja, dat is niet plezant. Ja, dat is ook. Ah nee, pas op. Ja, toch wel. Maar dan moet het wel vanaf een andere PC zijn. Ja. Maar dat is echt. Bah, dat is triche, hè. Daar doen wij niet aan. Ik heb nu al 5 appels van de boom. Eens kijken. De trees groeien ook al van zichzelf, dat is ook goed. Oké, Hey, hoe kom ik ineens aan hout? Ah, dat is dirt. Oei, sorry. Gewoon een faal. Ja. Was een klein faal. Ik dacht al. Mat. Nee. Nou, sorry. Nu moeten we subiet nog al die leaves weghakken. Ja, pas op. Ja, dat wel, bij dat willen we. Hier is nog nog eentje. En hoe lukt het met de farm? Ça va. Nu alleen nog seeds, hè. Allee, zaadjes. Ja. En we moeten nog een ander platform hebben, hè. Dat we die daar kunnen doen. Maar pas op, we kunnen wel al met een paar dingen voort waarschijnlijk. De van wat hebben we al? Melons. Melons kunnen we al doen, ja. Waar zijn die? Die wat? Ah, die steken hier waarschijnlijk. Ja, oké. Pumpkin seeds ook. Kunnen ook al cactus. Sugar canes.
En mushrooms, maar dat moet op een donkere plek ergens. Maar kun je mushrooms durven? Ik weet het al niet uit. Ja, maar dat moet echt op een donkere plek. Daar heb ik geen zin in. Ik heb weer zo'n hele grote boom. Nog hoor. Waar is die? What the fuck? Wat voor een boom plant jij? Grote boom. Hele grote boom. Speciaal formaat. Ik zal al die boemjes zien een keer verzamelen rond ons. Ja, dat is heel goed, want... Zou daar nog goed hebben zien? Dat blijft hier allemaal zwanger. Ja, dus daarom dat dat dus niet ging. Nu zal het wel eens zijn. Als je nog goed nodig hebt, moet ik gaan zeggen. Ja. Ik heb nog genoeg. Met genoeg bedoel ik bijna 3 stuks. Kom maar aan 5 melons. Nou, dus als je dat in seeds al zet. Ja, maar ik ga ze niet allemaal in seeds zetten, want... Maar we moeten toch een beetje hebben, hè? Oh wel, ja, ja, tuurlijk. Maar... We moeten ook een beetje vooruit gaan. Ik zal met een beetje druk wel doen. Ja, oké. Okay. Misschien toch. Er is nog geen water. Dat ga ik wel nog even doen. Is dat nodig? Maar toch, maar ja. Er mankeert nog orenzel van een pompoen. Ah ja, tuurlijk hè, als je met bone meal doet. Tuurlijk hè, een beetje triche. Ja, jong. Ik ben al 2 pompoenen. Kom jongen. Tja. Pompoenen kunnen we goed gebruiken voor tegen endermens in de mob. Ja, jongen, kijk. Op. Achter u. Ja, ik zie het. Je kunt er ook een toortje in plaatsen voor decoratie. Nee, maar dat is, dat is meer voor... Later. Nee, dat is meer voor Halloween, hè. Dat is al gepasseerd. Waarom is ons Infinite Water Supply op? Het zal geen goede doen. Het zal niet goed geweest zijn. Hè. Ja, oké, dat werkt wel. Ja, wel, wel. Niks tegen mijn water supply, hè. Boom, boom. Of klop, klop. Ja, ik kan niet kloppen. Wie zegt dat? Ik, ja. Oké. Voilà, nu werkt MC. Goed, goed. Ik heb 3 sticks al gewoon gehaald. Nog geen planken, dus. Eindelijk begint het een beetje te vallen. Oh, nog een appel. We hebben 7 appels. 7 al? Oké, okay, dat is al goed, hè. Okay. Dat voelt nog veel ook, hè. Bah, 2 denk ik. Ik denk 2. Oké, okay, we hebben nog een paar melons, hè. Moet ik alles in plank zetten of in gewoon uitlaten? Want het gaat echt nog wel veel plank zijn. Moet ik het gewoon in plank zetten? Ja, dat is goed. Oké, we zullen eens zien. Dit gaat echt veel hout zijn. Ja.
Die melons en zo, die blijven groeien. Dat ga je... Er is genoeg gehad voor kunnen kleertjes. Kunnen ze biedt al een droppartie doen? Dus eens komen kijken, ik denk dat het genoeg gehad is. Ja, 5 secondjes, ik kan nog even... Ja, dat is toch, we kunnen al... Oh. Ik ga even die appels opeten, want ik heb honger. No, they're not. Ja, doe maar. Hé, hey, moet ik al die boompjes hier... Hé, hey, hier zit nog wel een boom in, hè, man. Serieus? Ja. Ik heb dat niet gezien. We gaan ook een food chest ga ik maken, zie. Later. Nu gewoon even zien. Is genoeg hout? Ja, ja. Meer als genoeg. Ik dacht, ik zal een keer kappen. Wat de hel, zoveel boemkes. Wordt jij die hier van verplaatst? Nee, we hebben een stick op. Ik zeg het toch dat we veel dingen zeggen. Oké. De food chest. Waar gaan we die zetten, hè? Hier. Ja, zeker. Foef. Maar ja. Nee, maar ik typ hier zo. Niet zo foef. Melons is misschien. Sorry. Pumpkins is misschien niet voor te eten, maar het is wel. Dat is wel handig. Ja, dat zit hier dus ook bij food. Maar ik heb wel niet geen speciaal andere. Ja. Oké, mensen. Dit was de 4e episode. We hebben nu wel maar 1 tik afgekregen. Maar ja, de 2 andere zullen dan voor de volgende zijn. En hopelijk hebben we dan meer. Crashblocks en misschien zelfs een pickaxe met silk touch. Tot de volgende. Salut.